Feyenoord nam het heft in handen, was brutaal, was beter. Ook tegen Marseille lukte het, het afbluffen, het hoge druk zetten om tot kans, om tot goals te komen. Een wervelstorm, dat is de metafoor die ik kan gebruiken voor die halve finale wedstrijd tussen Feyenoord en Marseille. Wat een sfeer in die Kuip, nog steeds. Want heel veel mensen gaan niet van hun plek na deze prachtige wedstrijd die Feyenoord dus wint. Een prachtige uitgangspositie voor volgende week bij een gelijkspel. Uiteraard ook bij een overwinning. Staat Feyenoord in de finale van de Conference League. Laat die even bezinken. Laat die even indalen. Het is echt heel erg dichtbij nu, Tirana. En het had nog dichterbij kunnen zijn, want 4-2. Een enorme kans vlak voor tijd van Janmax. Dat zomaar gekund. Feyenoord stond op een gegeven moment zelfs met 2-0 voor. Oké, Marseille heeft ook kansen gehad. Nog voordat die goals van Feyenoord vielen. Maar toch, Feyenoord nam het heft in de handen. Was brutaal, was beter. Ook tegen Marseille lukte het. Het afbluffen, de hoge druk zetten om tot kans, om tot goals te komen. Helaas gaf Feyenoord in de eerste helft die 2-0 voorsprong weg. Een wat tactische omzetting op een gegeven moment bij Marseille. Het werkte. Marciano zag er niet lekker uit bij de tegengoals, moet ik ook eerlijk zeggen. Het werd 2-1, het werd 2-2. Maar toen, dit soort omstandigheden waren er meteen na Lutten een seconde in die tweede helft. En een terugspeelbal. Dessen zit er scherp tussen, ontspeelt de doelman en maakt het 3-2. En daardoor wint Feyenoord een overwinning in de halve finale van de Conference League. Een geweldige uitgangspositie om ook daadwerkelijk de finale te halen. Maar het gaat nog spannend worden, dat weten we allemaal. Volgende week in Marseille, het restant, het tweede bedrijf van het tweeluik tussen Feyenoord en Marseille. Ik kan niet wachten, ik heb er nu al zin in.